Op de wedstrijdtafel zie je allerlei missies uitgestald, zeg maar. En kinderen moeten zoveel mogelijk missies proberen op te lossen in 2,5 minuut. En wat je ziet is dat scholen tegen elkaar opnemen om zoveel mogelijk punten te behalen. Ja, we hebben zelf gemaakt. We hebben vooral gelet op dat hij niet heel groot is, maar ook niet zo heel klein. Met verschillende opzetstukken. Daar hebben we toch wel veel missies kunnen doen. Ja, het zijn allerlei Lego-bouwsels, zo'n 17 missies. En dat kan zijn om het ene Lego-blokje naar het andere te brengen. Bijvoorbeeld om het licht aan te krijgen door de robot te programmeren. Elk jaar staat er een ander actueel thema centraal. Dit jaar heet het thema Masterpiece. Dit jaar is dat thema kunst en cultuur. Dus hoe breng je je eigen kunst en cultuur op zo'n mooi mogelijke manier over op de omgeving. Dus het kan zijn op school of bij je vrienden. Familie. Dat wordt gepresenteerd voor een jury en ook daar wordt ze op beoordeeld. Ja, en als je hier wint, wat win je dan? Ja, je wint een plekje voor het NK en je krijgt ook een beker, die staat daar. Zo'n Lego trofee. Zeg maar een soort van trofee gemaakt van Lego. De deelnemers moeten hun fantasie gebruiken om op nieuwe manieren kunst te creëren en te verspreiden. We leven in een steeds digitaler wordende wereld met allerlei uitdagingen voordien. En wat zo mooi is aan leerlingen, aan de kinderen die hier aanwezig zijn, is dat ze van, en daar kunnen wij als volwassenen heel wat van leren, is dat ze van een groot probleem iets kleins maken en daar een innovatieve oplossing voor presenteren. Het is gewoon leuk om hier te zijn. Weet je? Je werkt hier een half jaar naartoe en dan sta je er en dan denk je. En in het begin sta je, ik sta hier in het begin gewoon. Wat moet ik verwachten? Hoeveel punten gaan andere teams maken? Hoe gaan zij het doen? Ik vind het leuker dat je wordt aangemoedigd door vrienden, maar ook dat je je vrienden aan kan moedigen. En dat je hier gewoon bent met een hele groep. En we gaan toch echt voor die winst.